bij hen gekomen via een klant van mij die gebruik maakte van hun diensten. Hun aanraden en zelf ook tot de deal gekomen. Het is veel daadkrachtiger. Het is niet een mailtje en we wachten af. Nee, het is gewoon, zoals ik zeg, gewoon bovenop zitten. Eigenlijk de lucht die normale traditionele incassobureaus geven, die wordt hier niet gegeven. Op het moment dat ze eraan beginnen, dan wordt het ook gelijk afgemaakt en bijten ze zich in vast. Actief, heel actief zelfs. Adequaat, snel, transparant, alles inzichtelijk. Ja, op het moment dat je het erin gaat, is het eigenlijk al niet goed. Klant is natuurlijk te laat met betalen. Dan gaan ze er ook op. Op het moment dat ze er aan beginnen, dan blijft het ook eigenlijk gaan. Wordt continu op de hoogte gehouden. Dan wel via de mail, dan wel telefonisch. Tot eigenlijk het punt van dat ze zeggen van joh, we moeten nu verder. En dat wordt ook in goed overleg gedaan. Het is niet meer alleen maar de mail, hè, waarop mensen bereikt moeten worden. Of brieven. Ja, het is tegenwoordig ook, het is een stuk social media. Natuurlijk heel erg veel mensen actief op zijn. Ja, daar zijn ze aardig in vooruitstrevend. Waarom zou je Dept bij een collega aanraden? Eigenlijk dezelfde reden waarom ik erbij ben gegaan. Het is snelheid. Ze zitten er ook echt achteraan. Je weet dat er iets gebeurt. Het is niet afwachten. Het is gewoon een aanrader. Ja. Het is even wat anders. Maar het werkt wel.